Ik heb september heb ik wel een MMA-partij staan. En dat is bij PFL? Bij PFL weer. Mm-hmm. Robbie met iets leukers komt, dan vecht ik gewoon weer glory. Is het nu kiezen tussen de twee grote organisaties? Want PFL is ook een grote organisatie. En bij PFL doe je MMA en bij Glory doe je kickboksen. Klopt. Wat gaat het worden? Of blijf jij tussen de twee partijen heen? Ik wil me graag gewoon bewijzen op hoogste niveau beide platformen. Dus op kickboksen en op MMA. Maar wordt kickboksen nu gewoon wat interessanter? Kijk, ik heb nu van Duut gewonnen. Ik sta nu voor nummer 4. Misschien sta ik met een partij hierna voor de titel. Ja, dan moet ik alleen maar gaan kickboksen.